Ja, goedemorgen allemaal, voor zover we dat nog niet elkaar hebben toegewenst. Het is 10 jaar geleden dat ik naar aanleiding van het avondmaal een quiz heb gehouden hier. Ik weet niet wie dat bij was, maar het is een heel ander publiek nu, hè? Dus ik wil het nog een keer doen, eigenlijk. Een quiz. Wat? Jammie is. Ja, ik zal even uitleggen voor degenen die het niet weten, maar we maken een filmpje van het hele gebeuren vanmorgen. En dat komt op internet. En mijn vrouw, die is de cameravrouw, dus. Hè? En ook de regisseuse, dus die zegt wat er misgaat en zo. Die trekt dan mijn jas als ik verkeerd sta. En, dus vandaar dat ze af en toe wat aanwijzingen geeft. De quiz, dat ging naar aanleiding van het avondmaal. En toen was de vraag, waarom is de Heer Jezus nou gestorven en opgestaan? Want dat vieren we met avondmaal, hè? Waarom is de Heer Jezus nou gestorven en opgestaan? En toen hebben we gezegd, van, er zijn natuurlijk heel veel goede antwoorden op die vraag. De Heer Jezus is gestorven en opgestaan, waarvoor? En toen heb ik gevraagd van, wil jullie even zeggen van, waarom is de Heer Jezus nou gestorven en opgestaan? Wat heeft hij daarmee willen bereiken? En dan voor elk goed antwoord zet ik dan een sterretje op het bord. Kun je het herinneren? Of niet? Weet jullie? Nee, ik kan het niet herinneren. Nou, dan is het, Frans, je weet het misschien nog wel, of is het, nee, ook niet. Nou, dat is allemaal nieuw. Dan zullen we het zo doen, dan doen we dat nog even. Van waarom is de Heer Jezus nou gestorven en opgestaan? Wat wilde hij daarmee bereiken? Kunt u het ook een beetje volgen, zo? Ja? Ja, oké. Okay. Nog dichterbij, zo. Ja. Ja, oké. Langzamer. Langzamer, nou. Waarom is de Heer Jezus nou gestorven en opgestaan? Wat is het antwoord? Vertel ons. En als het een goede gemeente is, dan staat het bord zo vol met sterretjes. Voor onze zonde. Wat? Voor onze zonde, ja. Een heel algemeen antwoord natuurlijk, maar goed, het is zo. Waarom is de Heer nog meer, wat heeft hij nog meer willen bereiken met zijn sterven en opstanding? Redding. Wat? Een beetje harder, want ik ben hem hier slecht van. Redding van? De redding van, ja, voor onze redding, ja. Wat? Ja, relatie met God. Een relatie met God herstellen, heel goed. Eeuwig leven. Eeuwig leven aan het licht te brengen. Nou, kom, dus nu komen jullie een beetje op gang, hè. Eeuwig leven. Wat nog meer? En dan veel meer goede antwoorden, hoor. Wat heeft hij allemaal overwonnen door zijn dood en opstanding? De zonde overwonnen. Maar ook de dood heeft hij overwonnen. En wie heeft hij nog meer overwonnen? De Satan heeft hij overwonnen. Ja. Heeft hij nog iets gedaan van Joden en heidenen? Tussen. Hij heeft de tussenmuur, die stond tussen Jood en heiden, heeft hij weggebroken door zijn sterven en opstanding. Wat nog meer? We zullen later samen in de hemel regeren. Ja, dat we met elkaar een gemeente vormen ook, hè? Een gemeente gevormd, ja. De weg vrijgemaakt van onze heilige Christus. Wat? De weg vrijgemaakt van onze heilige Christus. Ja, de weg vrijgemaakt. Ja. Hij heeft onze vader leren kennen. Wat? Hij heeft onze vader leren kennen. Ja, dat is heel belangrijk, hè, dat hij ons heeft, hij heeft de vader geopenbaard en de liefde van de vader ook, hè. Nou ja, er zijn nog meer goede antwoorden hoor, maar terwille van de tijd gaan we even door. Waarom deed ik die quiz? Ik deed het omdat er altijd, er worden heel veel goede antwoorden gegeven. Ik heb het al heel vaak gedaan in verschillende gemeenten. Of het nou evangelische gemeenten zijn, of Pinkstergemeenten, of Vergadering van Gelovigen, of Reformatorische Kerken. Het is overal precies hetzelfde. Je krijgt bijna alle goede antwoorden, behalve één antwoord. En het antwoord ontbreekt praktisch altijd. Heel enkele uitzondering, maar ik kan wel zeggen dat van de 100 keer is 90 keer ontbreekt dat goede antwoord.
misschien nog wel meer. Wil je een idee van wat het antwoord zou moeten zijn? Wat? Dat heeft ons persoonlijk gestorven. Ieder persoonlijk? Voor ieder persoonlijk? Gestorven. Ja, dus, ja, hij is ook voor iedere persoon. Ja, voor elk één persoon. Ook een goed antwoord. Goed, het bord staat nu vol, hè? Het is een goede gemeente, zullen we denken. Wat? Hij wordt zelf. Ja, de Heer heeft zich vrijwillig gegeven. Dat is ook een goed antwoord, natuurlijk. Nee, ik zal het even zeggen. Er staat een tekst in de Bijbel van. Zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping. Ken je die tekst? Ja. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Nou, het recept voor die nieuwe schepping, dat is het antwoord op die vraag. Van die, en het antwoord wat nooit gegeven wordt namelijk. Het recept voor hoe je nou een nieuwe schepping wordt, waarbij het oude voorbij is gegaan en het nieuwe is gekomen. Dat recept dat blijkt een blinde vlek te zijn, want dat antwoord wordt nooit gegeven. Ik zal even opzoeken waar het staat. Dat staat in 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. En dan vers 17. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. 1 Korinthe, 2 Korinthe, 5. Jullie hebben ruim de tijd om het zelf ook op te zoeken. Als je een Bijbel hebt, omdat ik het ook niet zo gauw kan vinden. Ja hoor, 2 Korinthe 5 en dan vers 17. 2 Korinthe 5, vers 17. En dan staat die tekst die heel bekend is. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dat recept voor die tekst, voor die nieuwe schepping, hoe we een nieuwe schepping worden, dat staat in vers 14 en 15. En dan staat dit. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Nou, dat weten we allemaal, hè? Dat één is voor ons allemaal gestorven. En wat betekent dat? Dus zijn ze alle gestorven. Als één voor alle gestorven is, zijn we allemaal gestorven. Hij is in onze plaats, heeft hij ons allemaal meegenomen. Hij heeft ons allemaal meegenomen in zijn dood. En daarom zijn we allemaal gestorven. Hè, als één van ons allen betaalt, hè, voor een of andere festiviteit of zo, dan hebben we allemaal betaald. En zo is het ook met Jezus, als hij voor allemaal gestorven is, dan zijn we allemaal gestorven, in principe. En voor allen is hij gestorven. En dan staat het antwoord op die vraag wat nooit gegeven wordt. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Dat antwoord wordt praktisch nooit gegeven. En dat is heel vreemd. Want het is het allerbelangrijkste antwoord ook. En het meest ingrijpende antwoord ook. En dit is ook de enige manier waarop je nieuwe schepping wordt. Dat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem. Want dat is die nieuwe schepping. Dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor Jezus. Dat is al 50 jaar geleden, toen kwam ik voor het eerst op een weekend met jonge mensen die allemaal voor Jezus leefden. Ik hield het niet voor mogelijk. Ik had het nog nooit meegemaakt. Ik was een kerkelijke jongen. Ik werd meegenomen naar een weekend. En daar voor het eerst waren de jongens en meiden van mijn eigen leeftijd. En sommige jongeren, sommige wat ouder. Anne van der Bijl was er ook een van. En was 50 jaar jonger dan nu. Maar die hadden zo'n, ja, dat was zoiets bijzonders. Die waren allemaal vol van Jezus en die leefden voor Jezus en niet voor zichzelf. En dat was zo'n bijzondere ervaring, dat heeft bij mij de hele wereld op zijn kop gezet. Want ik was toen al 27 en ik had nog nooit wat bereikt. Ik was zo slap als een vaatdoek. Ik begon overal aan en ik maakte nooit wat af.
En ik had nog niks bereikt op mijn 27e jaar. Ik ben een beetje een laadbloeier ook hoor. En daar zag ik van, jong, dit is het hè. Maar hoe word je nou toch zo? En toen heb ik ook het geheim ontdekt van hoe je zo zou kunnen worden. Maar dat is nog weer een ander onderwerp. Maar hier staat dus dat dat is de hoofdzaak van Jezus, waarom die gestorven is en opgewekt. Opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem. En waarom? Omdat het voor onszelf leven, dat is veel erger dan dat we denken. Wie is ermee begonnen met voor zichzelf te leven? De duivel zelf, hè? De duivel zelf. En daar heeft hij ons allemaal in meegenomen. Dat is de oorzaak van alle, maar dan ook alle ellende. In het klein en in het groot. Leven voor onszelf. Dat is het meest verschrikkelijke wat er is. En we hebben dat niet door. Met het gevolg dus dat we, ja, die tekst die kennen we niet. En we weten, en we hebben niet door dat Jezus ons daar eens en voor altijd van had willen, heeft willen verlossen. En dat we dat ook vieren met avondmaal eigenlijk. Dat als we geloven dat Jezus voor ons gestorven is en opgestaan, ja, dan zou het moeten blijken uit het feit dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor Jezus. En wat zou dat een verschil maken in een gemeente ook? Een gemeente van mensen die niet meer voor zichzelf leven, maar voor Jezus. Want alle ellende komt daaruit voort. Uit de oerzonde, de original sin, zeggen ze in het Engels. De erfzonde, hè, dat we allemaal, dus dat staat ook in Jesaja 53, hè, we wenden ons een ieder naar zijn eigen weg. Hè, we dwaalden alle als schapen, we wenden ons een ieder naar onze eigen weg. Hè, en dat is, daar komt alle ellende uit voor, in het klein en in het groot, in je huwelijk, in het gezin, in de gemeente ook. Hè, alles, ja, als er moeilijkheden zijn, dan komt het omdat mensen niet voor Jezus bezig zijn, maar voor zichzelf. Eigen eer of eigen, ja, de eigen meningen die gezegd werden. Allemaal met goede bedoelingen vaak. Maar als je echt voor Jezus zou leven, zei Heer, wat denkt u er nou toch van? En ik wil niet voor mezelf leven, ik wil voor u leven. En dan word je echt een leerling van Jezus. En dan ook in de dingen van onderlinge omgang met elkaar. En ook in de politiek, ook in de wereld. Hè, alles draait erom, hè, alles is bedorven door het feit dat mensen voor zichzelf leven. Nou, dus er zijn eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, dat er twee manieren van leven zijn. Even uittekenen zo. Zo. Er zijn twee manieren van leven. Je leeft voor jezelf. Dan ben je een leerling van de duivel. Maar leef je voor God, dan ben je een leerling van Jezus. Hè? Die leefde helemaal voor zijn vader. Nou, dan zijn er massa's mensen die 100% voor zichzelf leven. Of in ieder geval niet voor God. 100% voor zichzelf. Massa's mensen. Maar waar zijn nou de mensen die 100% voor Jezus leven? Nou, die zijn er bijna niet. Blijkens ook, ja, de uitslag van deze enquête, hè, van deze quiz. Hè, dat antwoord wordt nooit gegeven. Dat komt omdat mensen, die staan er niet bij stil. Maar het is niet zo dat alle mensen nu, die niet 100% voor Jezus leven, dat ze dan 100% voor zichzelf leven. Nee, er is nog een categorie. En dat zijn, ja, dat zijn de mensen in de kerken en zo. En de gelovigen. En die leven niet helemaal voor zichzelf. Nee, wacht even. Dat is natuurlijk te gek, hè? 100% voor jezelf leven. Nee, maar die leven zo. Dus 75% voor zichzelf, 75%. En 25% voor Jezus. Nou, die 25% voor Jezus, dat is al heel wat, hoor. We leven 24 uur per dag. En dan, ja, dan is het 25%. Dan slaap je en 25% dan werk je voor je baas. En 25%, nou ja, goed, ga maar eens na. Hè, van 25%, dat is nogal heel wat eigenlijk van je tijd. Maar goed, laten we zeggen dat dat mogelijk is. Hè, 25% en 75% voor jezelf. Nou, dat kan natuurlijk niet. Hè, dat is niet goed.
Laat zeggen 50-50 dan. Zo. Dus 50% voor jezelf en 50% voor Jezus. Nou, dat is al geweldig hoor. Maar is ook niet goed natuurlijk, hè. Laten we zeggen 75% voor Jezus, 75% en 25% voor jezelf. Nou, dat is wel heel uitzonderlijk. Maar stel je voor dat er iemand is en die leeft 5% voor zichzelf, 5%, zo, en 95% voor Jezus. Hè? Nou, die wordt dan voorganger of zendeling. Of, nou, dat zijn heel uitzonderlijke mensen natuurlijk, hè? Die kom je bijna niet tegen. Hè? Dus, zo. Een klein stukje zo. Nou, en die kunnen geweldig preken en die trekken volle kerken zelfs. En dan denk je, nou, wie is er nou blij mee met zulke mensen? Nou, de duivel zelf, hè. Weet je waarom? Omdat met die 5% zit hij toch aan de duivel vast. En niemand weet dat, dat weet alleen hij zelf. Maar met dat hele kleine stukje zit hij toch aan de duivel vast. Het is net als met een hondje, hè. Dat, je hebt van die lijntjes, die hondjes die kunnen vrij lopen, heel ver. Totdat de baas zegt, kom, we gaan naar huis. En dan wordt het lijntje ingehaald en dan loopt het hondje netjes achter zijn baas aan naar huis. Nou, en de duivel die vindt het prachtig dat mensen die dus een klein stukje voor zichzelf blijven leven en dan helemaal verder voor God. En dat vindt hij schitterend, want hij laat ze zo ver gaan als men kan. En dan op het strategisch juiste moment zegt hij kom. En dan zie je van het ene moment op het andere, zie je mensen zo 100% de mist ingaan. Nou, we kennen allemaal wel die verhalen, hè, van mensen die, hè, televisiepredikers en zo. Ik hoef die voorbeelden niet te geven, maar iedereen heeft het wel eens gehoord, hè, van mensen die zo tot zegen, dan zeggen, joh, hoe is dat mogelijk, hè, dat was toch zo tot zegen. Hè, en dat hij zo van het ene moment op het ander in de ellende kwam. En daarom is het zo misleidend, hè, dat deze categorie, zegt Jezus, is het eigenlijk het meest verwarrende ook. En hij heeft zo'n hekel aan deze categorie. Dit is het meest gevaarlijke wat je kunt beleven. Dat je hier zit, dat je niet koud bent en ook niet heet, maar dat je, nou ja, dat je er net tussenin zit, hè, dat je lauw bent. En Jezus die zegt dus van, joh, kies nou toch eens een keer, hè. Als je nou voor jezelf wil leven, doe het dan helemaal. En wil je voor mij leven, doe het dan ook helemaal, maar niet ertussenin. Dat zegt hij zo vaak, in de evangelie kom je dat zo vaak tegen. Hè, dat hij zegt van, ik wou dat je koud was of heet, maar dat je lauw bent, dat zegt hij letterlijk, hè, daar spuugt hij van. Gewoon omdat het zo misleidend is. En dan ben je verdeeld. Dan ben je niet meer heel hartig. En dat is een. Ja, en als je nou nagaat in de kerken. Hè, als je in een kerk zit of in een gemeente. En je gaat er om je heen kijken. En je denkt, nou, wie gaat er nou helemaal voor? Hè? Wie leeft er nou helemaal alleen voor Jezus? Nou, die zijn in een gemeente maar op één hand te tellen. En vaak zijn het alleen nog maar de zusters ook. Hè, mannen die zitten anders in elkaar dan vrouwen namelijk. Mannen kunnen zich makkelijker in stukjes delen en die kunnen makkelijk een stukje daarbuiten houden, buiten de heerschappij van Jezus. Vrouwen die kunnen dat veel moeilijker en die zijn heel hartiger. Kennen jullie dat verschil tussen mannen en vrouwen? Moet ik het even zeggen, van, dat je ziet hoe dat kan. Even een klein zijstapje is dit. Klein zijstapje. Kijk, mannen, dat zijn net taarten namelijk. Zo, die zitten zo in elkaar. Of pizza's kan je ook zeggen. Hè? Mannen kunnen zich in stukjes delen. Hè? Een stukje voor het werk. Een stukje voor de kerk. Een stukje voor het gezin. Een stukje voor de politiek. Een stukje voor de financiën. Een stukje voor de sport. En een stukje voor de vrienden. En een stukje voor de seks kan je ook nog een keer zeggen. Dat is een, zo. En hij kan al die stukjes kan hij losmaken van de rest. Hè, dus elk zo'n stukje kan een eigen leven leiden. Hij is ook een beetje autistisch. Alle mannen zijn een beetje autistisch. Niet in het ziekelijke, maar gewoon zo zit ze in elkaar.
dat ze kunnen eens een stukje, als ze eenmaal met de sport bezig zijn, dan zijn ze alleen maar met de sport bezig. He, dat heb je gisteren kunnen zien natuurlijk ook. He. En zijn ze bij hun vrienden, dan zijn ze helemaal met hun vrienden bezig, zitten ze achter de pc, zijn ze ook helemaal van de wereld weg en dan kun je praten wat je wil. He, maar ja, ze kunnen maar één ding goed tegelijk, ze kunnen dat losmaken van de rest. En die kunnen ze zo, bijvoorbeeld dit, zo kunnen ze apart houden. En ook met de financiën is dat ook vaak zo. En met de seks is het ook vaak zo. Dat kan een eigen leven leiden. Maar vrouwen, hoe zitten die in elkaar dan? Ja, dat zijn het schietschijven. Die hebben ook al die afdelingen, zo. Zo, zo. En, maar die zitten allemaal elkaar vast. Die kunnen ze niet losmaken van elkaar. En het stukje van de seks is dan het meest intieme wat ze heeft, dat is dit. En dat is van een man, zo. Nou ja, daar kun je natuurlijk heel veel dingen over zeggen, wat daar de consequenties van zijn. Maar het is voor een man, dus daardoor is het moeilijker voor een man om heel hardig alles onder de leiding van Jezus te brengen. En dan valt heel makkelijk een stukje buiten. Vooral op het financiële vlak of op... Met seksualiteit, dat zijn de twee gebieden die er vaak buiten blijven steken. En niemand ziet dat, dan is die voor de rest is die helemaal goed functionerend. Hè, maar er zijn er een paar dingetjes die dus niet onder de heerschappij van Christus gebracht worden. Dan kan een man kan heel makkelijk een dubbel leven leiden. En een vrouw die kan dat niet. Als ze zich aan Jezus geeft, ja, dan is het alles of niks. In 9 van de 10 gevallen. Het moet al gek gaan als het niet zo is, maar goed, nogmaals, het is meer over te zeggen. Maar daarom zijn het vaak meer de zusters die 100% ervoor gaan dan de broeders. Omdat mannen heel makkelijk tot een dubbel leven kunnen komen. En vooral als ze dan niet weten dat de Heer Jezus gestorven is en opgestaan om ze 100% voor hem te laten leven. Dan blijft er zo'n stukje, het eigen leven blijft hem erbuiten. En dat bederft alles. Nou. Maar ja, dan zeg je natuurlijk van ja, maar luister nou eens even, dat 100% voor Jezus leven, dat kon alleen Jezus toch? Is dat zo? Kon Jezus alleen, is dat de enige die 100% voor God kon leven? Nee, ik zal het laten zien. Kijk, stel je voor, hier is iemand, misschien in de gemeente hier, die 100% voor zichzelf leefde. Hè? Die helemaal buiten kerk, helemaal niks ervan wilde weten, maar die komt tot bekering. En die zegt, Heer, ik wil voor u gaan leven. Zo. Dan komt hij, alleen hij weet nog niks, hij kan nog niks, hij moet alles nog leren. He, hij is een babytje, net geboren, maar toch kan dit al 100% zijn ook. He, zijn gezindheid kan 100%. Heer, ik wil helemaal voor u leven, maar ja, ik moet alles nog leren. Ik kan nog niks, ik weet nog niks. En dan zijn er anderen nodig om hem te helpen, om... Ja, met Jezus te gaan leren leven. Hoe die moet bidden, hoe die de Bijbel moet gebruiken en hoe die moet, nou ja, alles moet doen hè, als christen. Hij heeft opleiding nodig. Maar zo gauw als hij hier is, dan kan het toch al 100% zijn. En dan, als hij er echt 100% voor Jezus wil leven, dan begint hier zijn geestelijke groei. En dan gaat hij groeien met vallen en opstaan. En dat is heel wat anders als dat je een stukje buiten de heerschappij van Jezus houdt. Van, oh, dat doe ik van mezelf en daar kan ik Jezus niet bij gebruiken. Nee hoor, hier is het zo dat hij zegt, Heer, ik wil helemaal voor u leven, maar u moet het me wel leren. En dan al die fouten die hij maakt bij het leerproces, dat is heel wat anders dan dat je een stukje buiten de heerschappij van Jezus, heel bewust buiten de Heer Jezus houdt. Van, hier kan ik God niet bij gebruiken, dit hou ik voor mezelf. En daar moet je echt helemaal van bekeren. Dit is een categorie waarvan Jezus zegt van ik spuug ervan. Maar zo gauw als je dus 100% een keuze maakt voor Jezus, dan ben je gerechtvaardigd ook. Want zo wil Jezus je hebben, als een leerling. En als je geen fouten mag maken, dan leer je ook nooit wat. Hè? Fouten maken, dat is heel natuurlijk. Hè? We wonen samen met onze dochter, met 5 meisjes. En de jongste die is nu 2. Maar ja, dat... Ja. 6 meisjes. Wat zeg je? Met 6 meisjes. Met 6 meisjes, hè? Neem me niet kwalijk. Ik ben een beetje de tel kwijt. Er komt nog een jongetje ook nog bij. Maar goed, die zesde dus, dat is nu 2 jaar. Nou ja, die kan nog niet praten goed. Hè? Maar die kan al een beetje aardig eten en zo. En lopen kan ze ook. Maar dat moest ze ook allemaal leren. Hè? Toen ze pas geboren was, was het niet zinnelijk. Nou, dat vond je ook niet erg.
Ja, want dat is die leeftijd dan. Hè. Dat moest ze gewoon leren, zinnelijk worden. En ze moest leren lopen met vallen en opstaan. En ja, al die buitelingen die ze maakte, dat vond je gewoon normaal. En ze moest ook leren eten, met heel netjes. Nou, en dat, als je dat als niet normaal beschouwt, nou, dan is het verschrikkelijk, hè. Maar dat hoort bij het leven. En dat is, de Heer Jezus zelf die heeft dit hele proces meegemaakt. Toen hij geboren werd, kon hij ook niet meteen, was hij ook niet meteen zindelijk. Kon hij ook niet meteen lopen. Kon hij ook niet meteen netjes eten. Kon hij ook nog niet lezen en schrijven. Moest hij allemaal leren met vallen en opstaan. Maar zijn gezindheid was 100% hè, tegenover God. Want hij wilde leven met en voor zijn hemelse vader. En daarom was hij heilig. Was hij ook zonder zonde. He, maar dat wil niet zeggen dat hij van het begin af aan volmaakt was, dat hij alles wist en alles kon. He, zijn broers die hadden niet eens in de gaten dat hij de zoon van God was. Zo normaal was dat. En toen hij in de werkplaats van zijn vader bezig was, heeft hij ook spijkers krom geslagen. Heeft hij ook wel eens op zijn duim geslagen. En dan moest hij ook leren om daar goed mee om te gaan. Heer, hij moest leren om in alle opzichten toch goed te reageren op alles in het leven. En dat heeft hem 30 jaar gekost, die voorbereiding. Totdat hij zover was dat hij zijn bediening kreeg. Dus dat is het eerste wat we hieruit moeten leren. Van het gaat erom dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor Jezus. En dan in principe, en dan is het de bedoeling dat je, al weet je niks en al kan nog niks, dat het niks zegt van dat je dan nog zo zondig bent, omdat je nog zo vaak struikelt, omdat je nog niet hebt geleerd om er goed mee om te gaan met je omstandigheden. He, dat hoort bij het leren. Ik weet niet of je... ik heb hier de NBG-vertaling. Een hele goede vertaling, vind ik toch, als ik het vergelijk met al die andere vertalingen. En er staat in de Filippenzenbrief, staat het ook, hè, over die twee onvolmaaktheden, twee soorten onvolmaaktheid. Filippenzen staat dat. Zegt Paulus, die schrijft daarover. Filippenzen, en dan staat er, even kijken, Filippenzen 2 en dan vers 12. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn. He, Paulus zegt, ik ben nog lang niet volmaakt, hij moest nog zoveel leren. Maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Hij was bezig met deze geestelijke groei. En hij wilde alles leren en alles voltooien van waar hij hem toe geroepen had. En daar was hij mee bezig. En dan staat in vers 13 dus, broeders, ik van mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Dat was dus dit hele proces waar hij mee bezig was. Het staat ergens anders, denk ik. Wat zei je? Dat staat in Filippenzen 3. Oh, neem me niet kwalijk. Goed dat jij er weer bij bent, Jannie. Dat je even aan mijn jas trekt. Filippenzen 3 staat dat. Filippenzen 3, vers 12. Ik zal het nog een keer lezen. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, was hij mee bezig, of ik het ook grijpen mocht, omdat ook ik door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, naar de prijs der roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Dat doel wilde hij bereiken. Hij wilde aan het eind van zijn leven zeggen, Ik heb het geloof behouden, ik heb mijn loop volbracht, ik heb gedaan wat ik moest doen. Hè, en zo was hij bezig om zijn werk te, voor, ja, wat hij toe geroepen was, om dat af te maken. En dan staat er in vers 15, laten wij dan allen die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. He, laten wij dan alle die volmaakt zijn. En dan bedoelt hij een heel andere soort volmaakt. En dat is die gezindheid. He, laten we alle die, net zoals ik, dat doel hebben. En dat mag volmaakt zijn. Je kan volmaakt zijn in je gezindheid. He, dus dat 100% dat je voor Jezus leeft. En dat je van Jezus wil leren. Dat je een leerling van Jezus bent. He, die gezindheid, dat verlangen.
Dat mag 100% zijn. En dat is die andere volmaaktheid. Laten we dan alle die volmaakt zijn, al dus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, hè, dus het gaat over die gezindheid, God zal u ook dat openbaren. Maar in hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. He, dus hier maak je fouten bij het leven, he, in het leerproces, he, maar je gezindheid kan 100% goed zijn. Nou, we hebben dat verhaal een keer verteld in een kamp, waar we kampouders, het was een studentenkamp, en er waren twee broers, dat waren zonen van een fruitkweker uit, in Nederland, in een gebied waar veel fruit wordt gekweekt. En die hoorden dit verhaal en die werden woest. Ik wil niet zeggen dat ze des duivels werden hoor. Dat is natuurlijk een te sterke uitdrukking. Maar ze waren zo kwaad. Hè? Moeten we zeker allemaal zendelingen worden? Ik zei, nou ja, dat zou wel mooi zijn. Hè? Allemaal zendelingen worden. God, die zou er geen bezwaar tegen maken. Maar wat zijn jullie dan? Wat zijn jullie van plan? Nou, toen vertelden ze dus dat ze in opleiding waren om die fruitkwekerij van hun vader over te nemen. Ik zei, nou, voor wie doen jullie dan straks die fruitkwekerij dan? Ja, voor onszelf natuurlijk. Ik zeg, nou, waarom zou dat niet voor Jezus doen dan, die fruitkwekerij? Nou, dat vonden ze zo belachelijk, hè, dat God interesse zou hebben in een fruitkwekerij. Ik zeg, man, God is er zelf mee begonnen, met een fruitkwekerij, toch? Ja, dus als er iets is waar de Heer interesse in heeft en verstand van heeft, is van een fruitkwekerij. Dus als je tegen de Heer zegt van, hè, van Heer, die fruitkwekerij is van u, nou, dan kan dat. Nou, dat vond ik zo belachelijk. Ik zei, en het geld wat je dan verdient, hè? Voor wie is dat dan? Ja, ook voor onszelf. Ik zei, nou, waarom zeg je niet van, waarom niet voor Heer? Van Heer, dit is geld voor u. En dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Dan kan God 100% achter je staan, ook wat je werk betreft. Hè, dus dat je niet alleen maar in de kerk zit, dat je denkt, nou leef ik eventjes voor God. En dan op mijn fruitkwekerij leef ik voor mezelf. Nee, het hoeft helemaal niet. Alles wat je doet in woord of in werk, dat kun je voor Jezus doen. En daar heeft hij je toe geschapen. En al die bekwaamheden van iedereen zijn allemaal zo verschillend. En dat kun je allemaal ten dienste van God stellen. Dat kun je allemaal tot zijn verheerlijking doen. En stel je voor dat je dat doet, hè, dan, en je krijgt ziekte in je fruitkwekerij. Dat kan toch? En nou, dan kun je met je hele hart vragen van Heere, geef ons wijsheid. Wat moeten we doen? En dan heeft de Heere er belang bij, want het is zijn kwekerij. Nou, ze vonden het belachelijk, maar toen heb ik... Dat viel niet hoor toen. Maar een aantal maanden later, toen hadden we een reunie. En toen hadden ze het begrepen. En toen, een paar jaar later heb ik ze nog een keer gebeld. Want ik was zo benieuwd, hè. En dat is een hele tijd geleden al hoor. En toen vroeg ik, joh, heb je dat nog toegepast? Nou, dat waren ze niet vergeten. Dus ik hoop echt dat ze, ja, dat, ze dat echt tot Gods verheerlijking wilden gaan doen. Dat ze voor Jezus leefden. Wat zou dat een verschil maken? Nou, in diezelfde tijd kreeg ik ook een telefoontje van iemand die had huwelijksmoeilijkheden. Nou, daar ging ik altijd maar meteen met de vraag van, ja, voor wie leef je eigenlijk? Hè? Leef voor jezelf of leef voor God? Ja, zegt hij, voor God leven kan ik niet hoor. Ik zei, hoezo niet? Ja, hij zegt, ik werk voor Heineken, ja, de bierbrouwerij. Hè? En ik begreep wat hij bedoelde, want er wordt natuurlijk vreselijk veel... ellende veroorzaakt door overmatig biergebruik, hè? Vooral onder de jeugd in Nederland, hè? Met coma zuipen en zo, heel verschrikkelijk is dat. Dus dat, ik begreep wat hij bedoelde. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen van, joh, dan bevind je in goed gezelschap, want Jezus heeft ooit eens een keer 600 liter goede wijn gemaakt. Hè? Maar dat was natuurlijk, het zou een grapje zijn geweest, maar het is natuurlijk wel zo. He, dus er is niks mis met goede wijn en zo, he, maar het is er maar net aan. Wat, ja, hoe gebruik je dat voor je eigen eer en buiten God om, van hier kan ik God niet bij gebruiken, of kun je hem ervoor danken ook? En er was ook nog een jongen die werkte bij OC, dat is zo'n bedrijf van kopieermachines. He. En die hoorde dit verhaal ook. En toen een maand later sprak ik hem weer, hij zei, ja, hij zegt, ik pas je toe hoor. Ik zei, wat pas je toe? Nou, wat je toen verteld hebt. Ik zei, oh ja, helemaal voor Jezus. Hij zegt, mijn werk doe ik nou voor Jezus. Hij zegt, kost me wel meer tijd. Hij zegt, want nu, anders had ik nog wel eens een keer van, nou joh, laat me zitten, mijn handtekening of zo. Dus gooide ik een beetje met mijn pet ernaar als het me beter uitkwam. Hij zegt, dat kan ik niet meer. Hij zegt, nu doe ik het voor Jezus. Hij zegt, maar ik heb er wel veel meer lol in. Nou is het natuurlijk zo van, ik lust graag pindakaas op mijn brood. Hè. Nou, pindakaas hou je niet van, hè, in België. Hè.
Nou ja, nou in ieder geval. Maar ik lust graag. En mijn vrouw die bakt eigen gebakken brood. En met een dikke laag boter en dan ook nog een keer pindakaas erop. Dat vind ik heel lekker. En ik denk, nou, ja, voor wie doe ik dat nou eigenlijk, hè? Doe ik nou voor mezelf? Of doe ik nou voor God? Ja. En ja, je gaat ook met vakantie, hè? En je geniet al van heel veel dingen. Hè? Ook in het huwelijk. Nou ja, allerlei dingen kun je natuurlijk stellen van, doe ik het nou voor mezelf? Of doe ik nou voor Jezus? Nou, Paulus die kreeg die vraag ook een keer. En toen schreef hij daar ook over in de Timotheusbrief. Ik zal je even voorlezen, dat is heel interessant. In 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4. En daar staat dit. Vers 1. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Doordat ze dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Door een huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. En dan komt het, die het huwelijk verbieden. Dat is heel vleeselijk, hè, huwelijk. Dat is helemaal, ja, dan ben je niet goed geestelijk bezig. En het genot van spijzen. Ja, maar je moet droog brood eten, hè, want dat andere, dat is allemaal, dan ben je heel werelds bezig als je ervan geniet. Maar dan zegt Paulus, en het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, die God, welke God toch geschapen heeft, om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. He, dat is de reden dat je een zegen vraagt voor het eten of dat je God ervoor dankt. Want dan, als je datgene waar je dus gebruik van maakt en je geniet ervan en je dankt ervoor, dan breng je het in deze categorie. Hier ben je in Christus namelijk. Hier wordt alles, hier is Jezus de baas. En hier wordt alles geheiligd. En hier kan hij alles ook zegenen. Nou, en hier staat het recept van het genieten van pindakaas op je brood, wat je graag op je brood eet. Ja, maar er staat hier, want alles, vers 4, want alles wat God geschapen heeft is goed. En niets ervan is verwerpelijk. Nou, dan denk je, nou ja, cannabis is ook door God geschapen, hè? Mooie vrouwen ook en zo. Hè? En, maar ja, het is maar net wat voor gebruik je daarvan maakt, want het staat hierbij, niets ervan is verwerpelijk. Als het met dankzegging aanvaard wordt. Dus overal waar je voor danken kan, is goed. Ja, dus tabak heeft God ook gemaakt. Hè? Maar kun je ervoor danken? Kun je zeggen, Heer, dank u voor deze heerlijke sigaret. Of sigaar, wat ik of wat het is. Pruim tabak. Ja, maar er staat hier, alles is goed en niets ervan is verwerpelijk als het met dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God. Ja, dus wat God ervan zegt. Ja, dus als het in de Bijbel dus geen verkeerde dingen erover staat, dat God het niet verboden heeft, hè, en dan wordt het geheiligd en door het gebed, door die twee dingen. Dus al die fijne dingen waar je van geniet, tijdelijke dingen, die kun je heiligen. Het genot van tijdelijke dingen, we leven hier in een geweldig land waar zoveel dingen mogelijk zijn, waar je zo van heel veel dingen kan genieten ook. Ik geniet ook met volle teugen van allerlei dingen. He, maar ik laat er niks van buiten de invloed van Jezus steken. He, ken hem in al je wegen en hij maakt je paden recht. Betrek hem bij alles wat je doet. En dan heiligt hij dat. Ja. Goed, dus dat moet je goed in de gaten houden. He, dat je dus alles wat je doet en alles waar je van geniet en alles wat je... Nou ja, dat je bij alles wat je... je hele leven, dat je het onder heerschappij van Jezus brengt. En dan wordt hij erdoor geëerd. Dan wordt hij erdoor verheerlijkt. En dan is het tot zijn eer ook. En dan kom je vanzelf aan de weet wat kan en wat niet kan. Nou, en nog een vraag van, ja, maar is dat niet een beetje, ja, een beetje overdreven eigenlijk, hè? Van 100%. Hè, dat is toch een beetje perfectionistisch, hè? Kom je daar niet een beetje door in een kramp? Nee hoor. Nou, bovendien is het zo dat in het gewone leven, zijn we ook heel erg perfectionistisch. Hè? Stel je voor, hè, ik ga naar een winkel toe en ik zoek een vel papier, ik wil een mooi vel tekenpapier en er zit één klein stipje op zo. Hè? Denk je dat ik dat vel papier dan koop? Met een stipje erop? Nee. Waarom niet? Nou, dat hoeft helemaal niet. Hè. Ik kan ook voor hetzelfde geld kan ik een wit vel papier krijgen wat helemaal zonder zo'n stipje is. Dus daar neem je geen genoegen mee.
Ander voorbeeldje. Stel je voor, ik ga zondagsmorgens, voordat ik hierheen ga, heb ik eentje gewandeld. Heb ik met de punt van mijn schoen in de hondenkakker getrapt. Hè, en dan kom ik naar binnen en wil ik naar binnen stappen. En dan zegt hij, ja, je schoen uit. Ik zeg, je schoen uit, waarom? Nou ja, er zit toch een beetje hondenkakker aan je schoen. Ik zeg, ja, dat maakt toch niet uit, alles is toch netjes. Dat kleine beetje, wat maakt dat nou toch uit? Nee, daar neemt ze geen genoegen mee. Waarom niet? Dat hoeft helemaal niet. Nee, je kan die schoen uittrekken. Vroeger had je hier een gitaar. Hè? David die had een gitaar met 12 snaren, geloof ik. Nou, stel je voor, hè, die gitaar is 100% gestemd. Behalve één snaar zit er een beetje naast. Hè? En wat zeg je dan? Ja, die gitaar is vals. En dan ga je hem stemmen voordat je gaat spelen. Vind je heel normaal. Terwijl al die snaren zijn perfect. Eén klem. Ja, neem je geen genoegen mee, want het hoeft helemaal niet. Een concertgebouworkest, hoor, of een of ander concertorkest, hè, van een symfonieorkest of zo. Als je nagaat hoeveel snaren daarin zitten, in één zo'n orkest. Hè, alleen de vleugel al, en de harp, en dan al die violen, altviolen, en cello's, en contrabassen en zo. Als er maar één snaar, hè, van die vleugel, of van die harp, of van weet ik veel wat, als die ontstemd is, dan gaat het concert niet door. En dat vind je heel normaal. Waarom? Omdat het niet nodig is. Je kan stemmen. Nou, zo is het ook in het Koninkrijk van God. We zijn geweldig precies in het gewone leven. Maar in ons geestelijke leven zijn we zo vreselijk slordig. Dan kan er alles mee door. En dan moeten we toch vanaf. En dan kunnen we de Heere vragen. Van Heere, wilt u laten zien, Heere, wat nog anders moet in mijn leven? He, zodat het helemaal, dat je hele leven hierbij hoort. He, want dat is toch de bedoeling. He, dat we in Christus zijn. En zo is wie in Christus is, dat is hier, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Met alle lek en gebrek en de grootste kluns die hier, ik weet niet of het een Belgisch woord is, kluns. Nou, de grootste stommerik. Nou, dat kan nog wel, dat is wel duidelijk. Nou, de grootste oen, nou ja, we hebben allerlei namen daarvoor. He, maar die zegt nu, wat ben ik vergeleken bij anderen? Ik maak zoveel fouten nog in het geestelijke leven. Mijn gebed en mijn Bijbel lezen, alles is zo krik en mikkig. He. Nou, we hebben een zoon die is dyslectisch. En alle zinnen die hij schreef, schreef hij met fouten. En als je dat dan las, een opstelletje, moest je wel lachen hoor, dat was wel grappig. Maar hij werd ook uitgelachen op school, hij vond het verschrikkelijk. He, maar de onderwijzer, al die fouten die hij maakte, er was geen één fout die scheiding maakte tussen hem en de onderwijzer. Integendeel, die onderwijzer die zag van, tjoh, wat, hè, dat hij zo graag wilde, maar hij kon niet. En als er één jongetje was in de klas waar die onderwijzer aandacht aan besteedde, was dat dat jongetje. Hij heeft ook goede gevolgen gehad, hoor, want hij is ingenieur geworden zelfs. Alleen heeft er vreselijk lang over gedaan. Hè. Het kostte hem heel veel moeite, maar zijn gezindheid was 100%. En nou jongens, de Heer Jezus is een goede leermeester hoor. En die besteedt de meeste aandacht aan degene die het hardste nodig heeft. Er is een ander verhaal van met onze kleindochter. Hè. Dat meisje wat 2 jaar is, hè, die zat eerst nog wel te knoeien met eten. En stel je voor dat ik als vader zo perfectionistisch was dat ik niet kon aanzien. Hè. Och, dan zit het kind te knoeien. En toen zei mijn dochter van, pap, aanvaard mijn dochtertje nou, terwille van mij dan. Hè, dus als je naar het kind zit te kijken en je ziet het zo knoeien, en je gaat er van over je nek of je wordt er misselijk van, denk dan aan mij. Hè. Kijk dan niet naar het kindje in je gedachten, maar kijk dan naar mij. He, ik ben verantwoordelijk voor het kind en terwille van mij aanvaard haar dan. Stel je voor dat ik zo'n grootvader was. He, dat zou zo verschrikkelijk wezen. He, dan zou zo'n kindje gewoon aanvoelen, opa die houdt niet van mij zoals ik ben. He, want dan zit ik naar haar te kijken, zit te knoeien. Oh, wacht even. En dan kijk ik naar haar, maar ik zie haar helemaal niet. Ik zie alleen maar mijn dochter. Nou, sommige mensen denken dat God zo is. He, dat God niet jou ziet met al je geknoei. He, maar dat hij dan Jezus ziet in de plaats. Maar dan krijg je toch het gevoel van God houdt niet van me zoals ik ben. En ik kan niet beter. En jongens, God is een goede vader, gelukkig. Een goede grootvader kan ik niet zeggen, maar wel een goede vader. En er was nog een ander, dat wil ik mee afsluiten. Dat vind ik ook zo'n prachtig verhaal. Hè. Het was met
langlauf, hè? Je had in Noorwegen, heb je elk jaar kampioenschappen langlauf. En in 1980 deed er iemand mee uit Costa Rica. En die man die kon helemaal niet langlaufen natuurlijk, hè? Want ze hebben helemaal geen sneeuw in Costa Rica. Maar hij deed ergens zijn best en hij deed het zo graag. Dus hij had ook ingeschreven. En toen waren die kampioenschappen daar in Noorwegen. En aan het eind was daar een heel groot stadion. En daar zat ook de Noorse koning. Nou, en toen werd iedere keer omgeroepen, hè, hoe de stand van zaken was. Wie er voorop lag en wie er achteraan was. En toen op een gegeven moment kreeg die verslaggever, die kreeg door dat die Costa Ricaan, die bleef zo vreselijk lang achter. Dus elke keer werd hij ook genoemd. Hij is nu zo ver achter. En toen kregen de mensen, er een beetje lol van, hè, van die man die helemaal niet goed langlaufen kon, dat hij nog zou doorzetten. Hè. Hij was ook christen zelfs. En hij had tegen zijn dochters gezegd, hè, als je ergens aan begint moet je doorzetten hoor, je moet niet opgeven. Dus hij deed dat ook. Hè, dus wat gebeurt er nou? Hè, dus laten we zeggen dat dit het traject was zo. En had je hier een beetje een soort van heuveltje en had je hier dat stadion. Hier zo, met de Noorse koning er ook in, hè. En toen, nou, iedereen was al binnen en toen kwam onze vriend, die kwam hier achteraan zo. En die dacht, nou ja, alles is al weg natuurlijk, hè, maar ik heb mijn dochters gezegd dat je door moet zetten. Dus hij ging gewoon door, hè. En hij ging alsmaar door zo. Maar die koning, die kreeg zo'n lol in, dat die koning die stond niet op en ging niet weg, maar die bleef zitten. Omdat die laatste jongen, die was nog niet binnen. En toen begon dat is echt gebeurd hoor. En toen ging het orkest ging allemaal volksliedjes spelen. Het had een hele gezellige boel in het stadion. He, dus het licht bleef branden en ze zaten te zingen en muziek te spelen. En toen kwam hij hier en dacht, nou iedereen is al weg. Hè. En plotseling hoorde hij muziek. Ik dacht, verrek, wat is dat nou toch? Muziek. En hij kwam nog verder. En op een gegeven moment verscheen zijn hoofd boven het maaiveld. Toen kregen de mensen hem in de gaten. Nou, snap je wat er gebeurde? Dat hij kreeg een ovatie van het hele publiek en de koning, hè, van, joh, het is een keer in Nederland ook gebeurd met een Spanjaard, die deed een schaatsenrijder. Dat was ook zo'n verhaal. Ronde was hij achter, en iedere keer als hij voorbij kwam, dan kreeg hij een grotere ovatie dan degene die al eerst waren. En het is zo met die langlauver ook zo, hè. Nou mensen, God is een goede koning ook. En nou, degene die hier het meest krikkemikkig bezig is, maar met een goede gezindheid, hè, daar heeft God de meeste belangstelling voor. En die zitten hier tussen hoor. Die een minderwaardigheidscomplex hebben in geestelijke zin. Hè, weet dan dat God is een goede vader. Hij is een goede koning. En Jezus is een goede leermeester. En als je dit onthoudt, dat fouten bij het leerproces, die horen erbij. Hoef je geen schuldbesef over te hebben. Hoef je niet bang te zijn dat God boos op je is. Integendeel, dat geeft hem juist de gelegenheid om je extra te bemoedigen. En hè, ik spreek ook voor mezelf. Hè, want zo'n God heb ik nodig. En zo'n leraar heb ik nodig. Hè, ik heb God als vader nodig. Een ideale vader. En God is een ideale vader ook. Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. Hè, dat je... Nou... Oké, zullen we even stil zijn, dat iedereen voor zich maar even nadenkt. Dan ga ik voor jezelf eens na van, zit je wel in de goede categorieën? Zit je hier of zit je daar? He, dit moet weg hoor. Dit is het meest funest. Ja, je kan beter niks wezen dan dit. En vraag jezelf af, waar zit ik? Hij is alles onder het beheer van Jezus. En daar kun je van bekeren van, Heren. Alles wat niet deugt, wil dit aan het licht brengen. En dat je je ervan bekeert. Hè? Jezus heeft ervoor geleden om dat mogelijk te maken. Dat je niet meer voor jezelf zou leven, maar voor hem.